Marcel Middelkamp, tijdelijk fractievoorzitter van Partij Vrij Almelo. Uw partij heeft een motie ingediend over veilige fietsroutes. Wat houdt die motie in? Ja, we hebben geconstateerd na een aantal ongevallen dat er wat fietsongevallen zijn ongeveer de hoogte van de grenzen naar de Brugstraat, Egbert Grottestraat. Dat is, zal maar zeggen, tussen de Welkoop en het stadhuis. Er gebeuren veel fietsongevallen. Onlangs is onze fractievoorzitter een klein fietsongeval gehad. Elders horen wij ook van agenten dat het een probleemweg is. En daarom hebben we daar een motie over ingediend. U bent zelf ervaringsdeskundige. Niet op dat punt, maar wel aan de Violierstraat ben ik 3 maanden geleden. Zat ik op de fiets, ik had voorrang en ben ik aangereden door een auto. Moet de fietsveiligheid in Almelo in zijn totaliteit verbeteren volgens u? Ja, ik vind van wel. Er zijn veel meer punten, ook bij de Vriezebrug bijvoorbeeld, is ook zo'n punt wat verbeterd moet worden, waar ik gewoon heel veel klachten over krijg van inwoners. En ik ga binnenkort, als ik weer zelf auto mag rijden, dan ga ik een afspraak maken met de wethouder. En want fietsen mag ik voorlopig sowieso niet. Maar dan maak ik een afspraak met de wethouder om al die punten eens eventjes goed door te nemen. U bent op de fiets aangereden door een auto. Hoe lang gaat uw revalidatie duren? Duurt ongeveer 1 jaar. Tenminste, dat is mij verzekerd door een chirurg. Die zei, nou, voordat je weer normaal de afstanden kan lopen die je liep voor die tijd. En dat je weer goed kan fietsen, trek er maar 1 jaar voor uit. Er gebeuren gemiddeld 80 fietsongevallen per jaar. En op Vlieland is het 0. Daar hebben ze geen fietsongevallen. Dus dat kan... Dat getal van 80 fietsongevallen moet eigenlijk ook naar 0. En daar willen we weten waarom en hoe vaak en hoeveel ongelukken gebeuren er op welke wegvakken. En in ieder geval de wegvak bij de haven Noordzijde, bij de grenzen ongeveer in de buurt, wat ik net zei. Daar gebeuren te veel ongevallen. Elk jaar gaan we op pad met de Fietsersbond op de fiets. En gewoon alle knelpunten worden bekeken. En je mag ook zelf wat inbrengen. Gaan ook ambtenaren mee, wethouder gaat mee. Dus op zich is dat een hele goede, ja, een goed uitje tussen aanhalingstekens. Het onderwerp fietsveiligheid staat in ieder geval in Almelo voortdurend op de agenda. Ja, absoluut. Ja hoor, helemaal. En de fietsveiligheid in het algemeen? Ja, dat zouden we ook graag willen weten, maar daar hebben we het niet specifiek op gericht, omdat dit baanstuk wegvak toch vrij veel aandacht vroeg van de politie, hebben we ook begrepen. De fietsveiligheid moet in Almelo eigenlijk helemaal naar 0, dus dat is nog een lange weg te gaan, maar we gaan wat meer op onderzoek uit over die fietsongevallen om die aan te pakken. Dank u wel. Graag gedaan.